Of we nu spreken over landbouw, zeecontainers of veevoedertransport, één ding is zeker. Transport is onmisbaar voor onze Belgische economie. Maar wat gaat er nu om in deze wereld? Daar zoomen we nu op in. De transportwereld is continu in beweging. Er is veel vraag naar duurzaam transport. En de digitalisering staat ook niet stil. Dus dat zijn wel grote uitdagingen momenteel in de sector. Door in te zetten op digitalisering kunnen transportbedrijven aanzienlijk besparen op administratief werk. Deze tijdsbesparing kan gebruikt worden om planning te optimaliseren en eventuele lege kilometers te vermijden. Onze hoofdactiviteit is altijd veevoeders geweest en handel in diervoeders en zaaien en zaden naar de landbouwers toe. We hebben dan later ook moeten uitbreiden naar misttransporten om voor de wetgeving voor te blijven en zodat we dan ook overgeschakeld zijn of mede walking floor opleggers hebben aangeschaft om losse producten, waaronder grondverbeteringsmiddelen, om tot bij de landbouwers en de tuinaanleggers te brengen. De oorsprong is eigenlijk een handel in veevoeders en zaden. Door de wetgeving hebben we dan later ook de mestafzet gaan regelen voor onze klanten. Maar omdat dat een zeer seizoensgebonden activiteit is, hebben we dan ook andere transporten, waaronder walking floor en containertransporten, gaan bijpakken, gaan bijdoen om onze chauffeurs een gans jaar door werken te kunnen bieden en ook ons materiaal zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Vandaar dat we door het familiaal karakter van die drie ondernemingen, denk ik dat dat wel een pluspunt is in heel de onderneming. Sinds een tiental jaar verzorgen wij ook transport van containers, voornamelijk vanuit de haven van Antwerpen naar bestemmingen in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Om dit optimaal uit te voeren hebben wij een mix van eigen chauffeurs en vaste onderaannemers.